Nee, hij heeft nu combat op mij. Oh nee, Jacco! Ik wil niet dat hij zijn arm worden bijpakt. Oké. Okay. Maar hij heeft combat. Oké. Okay. Anders moet je hem killen. Misschien wil hij gekild worden. Maar dan ga ik niet. Ah nee, pak zijn arm erbij. Doe het niet. Ja, maar als je, hem nu skillt, dan is de combat meteen voorbij, hè? Doe het niet, die laatste seconde, als hij het waagt. Ja, maar hij is toch zo dood? Oh, ja, spoe. Oké, okay. Okay, daar mag ik dus niet meer komen. Oh, zo. Maar dit is gaaf, joh. Ik vind dit fantastisch. Ja, dat is mijn nieuw woord, fantastisch. Maar Julian zegt, moet op mos, maar dan het gas eromheen, mos. Huh? Kan Julian niet in je town nemen? Hij weet er alles van. Julian zit al in de town. Nou, man, verlaat hij zijn town. I don't know. Ja, hij heeft snel wat over voor die mooie is wel sneu voor... Hey, ik zoek... Oh, ik heb wel boommeel. Oh, je wacht, boommeel kan je vast ook wel kopen, toch? Okay. Ja, vast. Ik ga wel proberen. Oh, wacht, hier hoor ik nu bij het... Oh, ik stond er in de wildernis. Oh, dat is... Ik moet niet doen. Ik moet niet in de wildernis komen. Ah, ik vind het wel echt vet hoor, dit. Ja, die bomen, dat is echt cool. Maar ik moet het dus vaker doen. Ja, want alles mag van mij gewoon... helemaal... mooi worden, hoor. Je moet echt op een mos drukken, niet op de carpet. Ah, shit. Boompjes op. Groen boompjes. Die boompjes zijn echt leuk. Je hebt wel een heel groen paleis straks. Ja, dat is toch mooi. Ik had echt niet verwacht dat dit zo makkelijk kon. Ja, botten kan je kopen. Oké, wacht even. Als je boommeel op mosblok doet, wordt het gras of stone eromheen wordt mosblok. Ja, klopt. Ja, nou, dat hebben we inderdaad. Op zich, een beetje stone eromheen is niet zo heel ernstig. Als op Bardaar straks wildernis. En dan staan die twee mannetjes en ze zegt... Ja, inderdaad. Maar als ik zeg maar, als hier een cobblestone eromheen zit, als ik dat... Dan verandert... Nee, zie je? Dat verandert dan natuurlijk niet. Maar als je van ver kijkt, is het wel best wel tof. Ja, nice. Ziet echt vet uit. Ja, dat is echt heel cool. Ik wil gewoon letterlijk alles. Ik wil niks anders. Dit is echt heel gaaf. Hey, dit werkt niet meer. Als je een mosblok ronde doet, dan werkt het niet. Hè? Misschien dat hij al heel dichterop zit. Of? Ja, dat zou ook kunnen. Zo. Misschien is dat wel. Nee, Jacco, wij zijn goed. Ook al hebben mensen het volgens mij vast heel vaak gezegd. Maar we moesten het... Iedereen dit wel heel mooi vinden. Oké, dus, voor de mensen die stream kijken. Als je het mooi vindt, zet een dikke duim in de chat. En dan in de Minecraft chat. Ja. Yeah. Gewoon dikke duim typen. Dan denkt iedereen, hoezo zeggen ze het allemaal? Dat is leuk. Ja. Doe maar dik duim. Doe het. Jacco neemt de stream over. Wil je nog een ideetje weten? Of zal ik nog iets vertellen wat ik ga doen? Kijk, hier zie je dus zeg maar een heel ster naar beneden. En dan wil ik echt een hele mooie trap omhoog van maken. Vanaf hier kun je naar links en rechts, inderdaad. Zo hier, zo naar beneden. En dan wil ik hier een brug, denk ik, naar de overkant. Oh ja, sick. En dan, echt zo'n... en dan ja, is dit dan de ingang van de... Ja, dat flink wat klinkt, dus ik kan maar een beetje sparen. Ja. In mijn bounty hebben anders. Graag, thanks. Zal heel fijn zijn. Oh, dit is echt cool, joh. Maar nu moet ik even het plafond meepakken. Ah, nee, zie je, dat werkt niet. Als je zo'n mos zo in de muur plaatst en dan boommeel erop doet, dan wil die niet werken. Eigenlijk is alles heel makkelijk, alleen voor dat moet je iets moeite erin steken, zeg maar. Ja, dan moet je gewoon, mooi maken zelf. Alleen deze paarse plantjes, bloemetjes moeten wel weg. Dat vind ik niet mooi. Is een beetje te veel. Is overkill. Is het type iets. Je krijgt 10k van Kia als je een kilt. Waarom zeggen dat niet dat door, misschien? Oh, ja, maar ze kunnen ook de chat lezen. Oh, ja, dat is waar. Ja, maar... Ik ga dat niet doen. Mag ik je... Netherite in hun inventory hebben. Mag ik je killen? Zonder dat... Wacht, daar staat iets op. Wacht even. Ik heb het... Oké, jullie kunnen dus heel goed bouwen. Maar jullie willen proberen mij iedere keer te killen, volgens mij. Waarom zou ik jullie dan in mijn town moeten inviten? Dat is de vraag. Je stuurt me gewoon de wildernis in, jongens. Dat doe ik niet. Ik weet niet waar de grens... Ik weet niet. Jullie moeten echt iets heel goeds doen. En dan
weet ik of ik jullie kan vertrouwen. Dus jullie moeten jullie solliciteren een keer. Wacht, ja, je zei toch, er is een chat toch? In de... Ja, in de... Wacht, één dingetje. Discord dan die chat. Er zijn twee dingen die jullie moeten doen, mochten jullie willen joinen. Ten eerste, ik mag jullie allebei killen zonder dat jullie mij proberen te killen. En ten tweede, jullie moeten jullie solliciteren en dan hebben jullie misschien wel een... hebben jullie meer kans. Ja? Goeie? Of niet goed? Leuke sollicitatieronde. Je staat ervoor, dus ik kan niet lezen. Dus als ik je kill, mag ik het houden. Oké, maar dan mag je me niet slaan. Oké? Okay? Ik zou echt uitkijken als ik jou was. Hoezo? Ja, gewoon. Doodeng, joh, wat je doet. Jacco, waar ben jij? Help mij een beetje. Moet ik naar je toe? Ja, je moet me mentaal... Als ze mij killen. Oké, je moet me mentaal steunen, oké? Oké, ik mag ze killen. Eens kijken, slash. Oké, daar komt hij, hè? Ik kan hem niet slaan. Nee, maar dan moet ik PvP aanzetten. Oké, wacht. Ga maar hier staan. Beetje meer eruit. Hup. Gewoon op de border. Hup, door. Verder. Ja, kst. Verder. Ik ga niet helpen, dat weet je. Oké. Waarom zijn er linken zoveel mensen? Oh, zie niks. Oh, ze zijn wel aardig. Hé, hey, maar, hé! Hey! Dat is geen gravestone. Alleen deze. Wat zit erin? Er zit er letterlijk niks in. Hé, hey, maar hoezo aardig? Jezelf dood laten gaan, is dat aan? Ja, maar dat was natuurlijk een opdracht. Nee, oh ja, oké. Het was... Dat is waar. Dat is waar. Ze hebben hier wel naar geluisterd in ieder geval. Als je eenmaal vecht en je loopt je touw in, dan ben je 30 seconden lang al zonder die veilig. Ja, precies. Dat is dus wel eng. Maar, ja. Ja. Nou, ja. Leuk. Ja, gezellig. Ik heb gewoon twee mensen die me beschermen. Jacco is hem gewoon gepeerd. Ik ga niet beschermen. je zegt het ook gewoon. Nice. Als je glowberries op mos plaatst, komen dan van die slierten eruit? Ja, dus. Dus als ik dit gewoon allemaal in slierten ga doen... Ik ga het gewoon proberen. Dat ziet er wel een beetje lelijk uit, maar... Ja, nice. Ja? Ik weet niet wat er nog meer bij past. Ik weet niet. Wat past hier nog bij? Misschien wordt die ook gewoon niet te moeilijk. Die lanterns zijn wel echt leuk. Ja, alleen stone. Alleen op de vloer. Ik kan jou niet... Ja, dan moet je het zelf doen, hè. Oh, ik had blijkbaar nog een boek. Ja, wel mooi, denk ik. Iets te overdreven. Zo. Ja, je kan inderdaad wat dingen weggaan. Dat is wel cool, denk ik. Die kleine boompjes zijn echt super cute. Ja, mooi hoor. Kan je er eigenlijk op staan? Ja. Nou, weet je, als je deze boompje helemaal vol gooit, dan kan je die leaves ook gewoon met silk touch kan je eraf halen. Dan kan je die... Oh, dan heb je die mooie, ja. Dan heb je mooie bloemetjes. Die kan je er tussendoor plaatsen. Ja, absoluut. Dat is vet. Nou, dit is wel mooi. Ik denk dat... Ik hoop dat Vincent trots gaat zijn op dit mooie bouwwerk. Ik ga even terug naar mijn town en dan denk ik dat ik ook zo ga... Werd ik nou geslagen? Dat kan niet. Oh. Nee, je bent ook niet in combat. Jawel. Oh nee, Eva is in gevaar. Eva. Pas ik op. Niet helpen. Ik ga gewoon naar haar toe om te kijken hoe jij wordt. Oh, ze zijn lief. Oh, ze geven me bloemetjes. Oké, dankjewel. Ja, slaan je en ze zijn lief? Dat geloof ik niet. Nee, dat was per ongeluk. Ja, met Nuster, dat is een brug, heb ik gehoord. Oh, echt? Ja, hij is wel heel dicht, denk ik. Ik denk dat de open is veel mooier, toch? Ja, het is ook al een keertje anders, hè. Dan heb je gewoon iets wat wel wat open is. Kijk... Ja, ik durf nu niet buiten te rennen. Ik vind dat bruin gras tussendoor, dat vind ik maar niks. Ik zou met gewoon stenen, met kobbel. Ik vind kobbel best wel mooi passen. Kan ik gewoon een klein paadje maken. Gewoon geen strakke paadjes, maar gewoon van die losse paadjes. Ik denk dat dit wel even iets rustiger is. Of is het echt te statisch? Ik denk dat het op zich wel kan. En dan met kobbel en met stone misschien... Oh, wacht. Dit is eigenlijk niet echt heel erg logisch wat ik had gedaan. Want hier zit natuurlijk een blok. Ik moet dit wel... Ja, dan moet ik mos plaatsen. Dat kan wel. Oh, fiets. Verkeerde. Ik moet wel dezelfde hoogte hebben, dit. Anders is het een beetje vervelend.
Oké, dat kan wel. Oh. Ja, dit is wel wat rustiger. Dus als ik met steen gewoon een beetje een paadje maak. Heb ik ergens normaal stone liggen? Oh, ik had een stone cut, hè? Dat werkt wel goed, hè? Dus als ik normaal stone heb... Hier heb ik sowieso stone bricks. Die wou ik ook proberen. Gewoon een klein beetje. Oh, thanks. Ik heb het niet om bevragen, maar thanks. En met normaal stone inderdaad. Oh, crap. Verkeerde. Ja, misschien moet ik daar een plateautje van maken. Wacht, ik ga even iets proberen. Als ik dit doe. Even wat slabs. Snap je een beetje wat ik bedoel nu? Dus dat ik zo gewoon een paadje creëer. Mossy cobblestone. Oh ja, dat is ook wel geinig. Kijk, dit oogt wel even wat... Ja, dat is toch wel wat spannender. Oh, kijk eens. Ik krijg gewoon mossy... Ik hoef niks te doen. Ik krijg het gewoon. Oké, there you go. De mossy. Oké, dit is wel te veel zo. Ik vind het niet verkeerd. Ik vind het helemaal niet verkeerd of zo. Als je dat mossie tussendoor doet. Het heeft wel wat. Die planten kunnen hier weg. Ja, het begint al aardig leuk te worden. Ik had volgens mij ook ergens lantaarnpalen. Ja, het moet wel even mooier hoor. Hoe doe je hem verlengen? Doe je dat met iron of zo? Met, kijk, dit werkt natuurlijk niet. Met chains. Oh! Dat is niet wat ik bedoelde. Ja, lief hè, Milani. Je kan gewoon meehelpen als je wilt. Oh, dit is wel heel laag. Maar dat maakt nu even niet uit. Oh, dit is echt leuk. Ik vind het zo schattig. Want ik wil eigenlijk ook buiten de berg, wou ik ook gaan bouwen. Maar dit is best wel groot, dus ik kan al best wel wat hierin plaatsen. Ik moet daar nog even een nachtje over slapen. Kijk, hier heb ik ook wel iets. Wat ik nog kan maken. Ook hierboven. En dit moet even dicht, want dit is gewoon niet mooi. Dus dan moet ik ook even wegwerken. Oh ja, en hierboven wil ik ook even iets proberen, maar ik weet niet wat. Oh, ik weet trouwens wel wat. Als ik nou van dat mosblok ga plaatsen. Ik ga even kijken. Dat zou wel geinig zijn als ik gewoon deels van de berg gewoon van dat mos ga plaatsen. Dat zie je ook niet vaak. Dat is wel echt geinig op zich. Het. Ik moet zeggen, ik vind de grasomgeving hier wel echt super, super saai. Zo donker, zo grauwig. Maar dan valt dat groene wat hier erbij komt kijken wel wat meer op. Oh, ik moet komen kijken. Waar moet ik kijken? Oh ja, dat hout. Dat is wel een leuke toevoeging inderdaad. Goeie. Dat is wel leuk. Dan kan ik gewoon dat soort dingen kan ik wel gewoon overnemen. Ja, dit is echt leuk. Weet je zeker dat je in oasis blijft? Want is oasis van jou? Ik ga gewoon heel Tawny ga ik gewoon overrulen met mijn mos. Ik kom gewoon ergens en ik plaats een mosblok. En ik ga gewoon overal boomje op plaatsen. Gewoon in van z'n wereld mos. Ja. Moswereld. Ik ga mijn naam gewoon veranderen naar Moswereld. Ik ben gewoon buurvrouw Mos
Mosvrouw. Ik ben mosvrouw. Ja, die poort. Ik vind die poort eigenlijk in één keer niet meer mooi. Ja, nee, de grote wou ik eigenlijk wel. De grote vind ik niet zo heel erg, maar... Het ziet er eigenlijk een beetje raar uit. Misschien moet ik die Google dingetjes weghalen. Ja, en anders weet je, het is super random deze ingang. Ik vind het op zich ook wel geinig. Ik bedoel, je weet wel, het is wel een eye-catcher. Dus als je het ziet, weet je wel meteen dat het mijn town is. Wat wil je laten worden? Wil jij een interieur design of zo? Binnenhuisarchitect, Milano? Ja? Nee.